In welke Nederlandse provincie vind je het meeste vuur? In Brabant! Hallo serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij misschien, als het een beetje mee zit, de finale van de Pokémon Fusion Generation. Vandaag neem ik het op tegen de Elite Four en ik heb een geheim wapen. Oh, een hele goede Pokémon. Nee. Mijn geheime wapen is 22 revives. Mijn Pokémon kunnen 22 keer doodgaan en daarna wordt het een beetje moeilijk. Dus ik denk dat we het gaan halen. En als ik het niet haal, dan ben ik echt heel slecht in Pokémon. En onder het genot van, ja, matige Pokémon gameplay ga ik jullie wat leuke verhalen vertellen. Vandaag was namelijk een fantastische dag. Ik voelde mij vandaag voor het eerst niet fijn in de trein. Sommige mensen voelen zich een beetje, ja, niet veilig in de trein. Als ze bijvoorbeeld de laatste trein naar huis nemen die om 1 uur middernacht zo'n beetje gaat, vol met dronken, agressieve mensen. Ik voel me eigenlijk nooit echt niet fijn in de trein. Tot vandaag. Ik zat lekker in de trein, koptelefoon op, Harry Potter luisterboekie. En dan kwam opeens een man tegenover mij zitten en hij begon tegen mij te schreeuwen. Terwijl ik deed helemaal niks verkeerd van, ja, je moet normaal doen en en ik zei, gast. Ik doe mijn koptelefoon af en ik zeg, meneer, is er iets? Hij zo, Ik denk, nou, oké, ik doe mijn koptelefoon alweer op. Die vrouw naast hem, die zegt, ja, dat ga je niet nog een keer doen, hè? En het kwam een beetje over alsof die man misschien niet helemaal 100 was en dat die vrouw zijn begeleider was. Dat was mijn oorspronkelijke gok. Toen werd die man even later heel boos op die vrouw. Die vrouw zei, fuck jou! En die ging weg en toen scholden ze elkaar uit. En ik wilde eigenlijk ook weg. Ik wilde weg van tegenover die man zitten. Maar ik denk, ja, als ik nu wegga, dan gaat hij mij ook uitschelden. Ik kan ook gewoon hier rustig blijven zitten. Geen contact maken. Gewoon op mijn mobiel zitten. Over 10 minuten moet ik uit de trein. Is het voorbij. Maar hij begint op een gegeven moment weer tegen me te praten. Dus ik doe mijn koptelefoon af. En opeens heeft hij een pakje sigaretten. En hij wijst in de mij toe. Hij zegt, ja, rook je? Wil je een sigaretje? Ik zo, we zitten in de trein. Nou heb ik een keer een stel gasten zien roken in de trein, omdat we 20 minuten stil stonden voor het station. En er was een soort protest, een soort rooksignalen voor hulp. En toen opeens was die man aardig en hij ging opeens vragen, ja, waar ga je heen? En ja, ik ben van Ajax en ik hoop dat ze gaan winnen van Manchester. En het was heel raar. Toen heb ik geprobeerd een zo licht mogelijk gesprek met die man te hebben. En toen op een gegeven moment ging hij weg en toen gaf hij me een hand en ik ben nog steeds helemaal in de war van wat er vandaag is gebeurd. Ik was oprecht eerst heel bang, want die man was zo onvoorspelbaar, daar ging alle kanten op. De conclusie was in ieder geval wel van wat hij mij vertelde, dat hij heeft nogal veel drugs gedaan en daar is hierboven iets niet helemaal goed gegaan. Nou wil ik niet zeggen, don't do drugs, maar ik wil wel zeggen, word niet deze man. Tenminste, je mag best die man worden, maar ga dan alsjeblieft, ja, ik wou zeggen met de auto, maar ik weet niet of dat veel beter is. Ik was gewoon oprecht even bang in de trein. Dit is mijn oprechte verhaal. Dan kunnen we nu verder met de gare leuke feitjes. Leuk feitje. Ik heb laatst geleerd dat, waarschijnlijk is het al jaren niet meer zo, maar het is ergens op de wereld een ding dat de piloten van een vliegtuig ander eten krijgen dan de mensen in het vliegtuig. Dat heeft te maken met voedselvergiftiging. Dat als allebei de piloten hetzelfde eten en ze krijgen dan voedselvergiftiging en ze worden kotsmisselijk, dan kan je geen vliegtuig vliegen. En dan gaan we allemaal dood. Dus, hey, ik denk dat je als piloot minder vaak de vis en de lasagne krijgt of alles van Dunner Company. Dat zijn in ieder geval de top 3 dingen waar ik altijd diarree van krijg. En voedselvergiftiging. Maar voornamelijk diarreevergiftiging. Ik heb denk ik ooit in een video al eens gepraat over de trolley problem. Maar het leek me leuk om deze video het onderwerp gewoon weer even een klein beetje terug te pakken. Ik weet niet of jullie bekend zijn met het trolley probleem. Zo nee, dan ga ik het nu uitleggen. Zo ja, sorry, ik ga het nu uitleggen. Het trolley probleem is een soort gedachte-experiment. En het zijn een soort vragen waar je een antwoord op kan geven. En er is geen goed antwoord en geen fout antwoord. Het is een antwoord van hoe jij erin staat. Het is een gedachte-experiment. Oké, het idee is als volgt. Je hebt een trein, ja, maar dan zonder mij en die man erin. Je hebt gewoon een doodnormale trein. En die trein rijdt op een spoor. En op dat spoor zitten vastgebonden 3 mensen. 3 mensen vastgebonden op het spoor en die trein gaat ieder moment keihard over ze heen. Jij staat toevallig bij je wissel, zo'n mooie,
zo'n mooie hendel die je over kan halen, waardoor de trein van richting verandert. Jij kan die hendel overhalen, waardoor de trein niet die drie mensen doodmaakt, maar dat maakt die trein één persoon dood. Dan is de vraag, doe jij dat? Haal jij de hendel over? En er zijn dus meerdere filosofieën. Sommigen zeggen, op het moment dat jij er gewoon bij staat, hey, niet jouw hendel, niet jouw trein, is helemaal niks aan de hand. Maar op het moment dat jij de hendel overhaalt, je redt drie levens, maar je maakt ook bewust iemand anders dood. Dus sommige filosofieën zeggen, kijk, netto red je twee levens, dus het is goed. En andere filosofieën zeggen, ja, maar die man die op het andere spoor, die heeft er niks mee te maken, die moet je er buiten houden. Dus dan moet jij voor jezelf bedenken. Zou ik de hendel overhalen, ja of nee? Ik zou het denk ik wel doen, maar dan voel je wel een stuk schuldiger voor die ene dood. Maar dat is in ieder geval het algemene trolleyprobleem. Maar wat nou als we zeggen, nou, op het oorspronkelijke spoor zijn maar twee mensen. Of bijvoorbeeld, op het oorspronkelijke spoor is maar één mens, een baby. En op het andere spoor waar je de trein naartoe kan halen, is een oude man. Moet je de trein van richting veranderen omdat een babyleven belangrijker is dan een oude mannenleven? Op een gegeven moment heb je ook een versie waar ze zeggen, oké. Je hebt nu op het spoor, aan de ene kant heb je één persoon. En aan het andere spoor, waar je de hendel voor over moet halen, heb je ook één persoon. Maar die persoon is de man die die andere persoon aan het spoor heeft vastgemaakt. Wie kies je dan? Het is de hele tijd dat spelletje eigenlijk. Stel dat, dit en dit en dat. Wat doe je dan? Wat nou als je op een brug staat? Weer vijf mensen deze keer vastgemaakt aan het spoor. Of doe maar drie, doe maar drie. Drie mensen vastgemaakt aan het spoor. Deze keer sta je op een brug over het spoor met een dikke man. Als jij de dikke man van de brug afduwt voor de trein, red je drie mensen. Doe je het dan? En wat opvalt is dat mensen vaak consequent blijven. Als je zegt, yo, ik vermoord één persoon om drie mensen te redden, dan duw je vaak ook de dikke man van de brug af om drie mensen te redden. Dat is een beetje hoe het trolleyprobleem werkt, maar het trolleyprobleem wordt... Eerst was gewoon een gedachte-experiment. Van, gewoon interessant om te kijken hoe mensen erover denken. En vind je bijvoorbeeld een kinderleven belangrijker dan een volwassen leven, bla 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 bla. Maar deze vraag wordt opeens weer heel erg relevant met zelfrijdende auto's. En we hebben nu zelfrijdende auto's en die hebben een soort software, daar zijn we heel druk mee bezig, die ongelukken kunnen herkennen en dan opzij kunnen sturen. Nou zijn we dus bezig met, hoe komt het trolleyprobleem eigenlijk terug bij zelfrijdende auto's? Ik zit even te kijken hoe we deze gast dood gaan maken. Ik hoop in het algemeen wel. Gewoon, hoe gaan we hem doodmaken? Maakt niet uit als hij maar sterft. Het trolleyprobleem. Ik probeer even mijn verhaal te blijven. Stel, we hebben dus nu een auto en die rijden we een groepje kinderen af. Dat hij dan denkt, dit is een groepje kinderen, dat is een groepje bejaarden. Zoef, we rijden lekker die groep bejaarden in. En heel veel mensen zijn ermee bezig met helemaal uitvogelen. Dus wat is nou eigenlijk het echte antwoord op het trolleyprobleem? Want ik heb net eerder gezegd, er is eigenlijk geen goed en geen fout antwoord. Maar een auto moet wel eventjes het goede antwoord en het foute antwoord weten. Dus we zijn heel druk bezig met het uitvogelen. Maar iemand anders had op internet gezegd, wat ik wel interessant vond. Misschien moeten we niet te veel focussen op het trolleyprobleem in auto's. Gewoon wat er ook gebeurt, keihard op de rem. Want kijk, wat er ook al gebeurt is dat de auto denkt dat er een ongeluk komt. Oh nee, een ongeluk! En dan rijdt hij eventjes gauw. Oh nee, daar zijn dus een groep kinderen die er helemaal niet zijn. Ik rijd mezelf even in een groep bejaarden. Je krijgt ook juist heel veel auto's die alle kanten op uit gaan sturen. En daardoor juist gevaarlijke situaties creëren. Wat ik gewoon even probeer te zeggen is, wat je ook doet is sowieso een teringzooi. Even kijken, Harriagon. Die gaan we door proberen te maken met spelfout. Mijn halve team is, doderig. Als het goed is kan ik hem met één hydropump vermoorden. Hoop ik. Kom op. Kom on. Kom on. Kom op. Kom op. Yes. Nice. Het is een Harrigan. Ik ben trouwens ook helemaal niet bezig met de game. Zo intens in mijn verhaal over het trolleyprobleem. Dat was eigenlijk een beetje in het verhaal. Je verwacht nog een epische climax? Nee man. De epische climax is gewoon... Pas op met auto's. Word niet aangereden. Tip van de dag. Waka waka wa hey hey. Shakalakala hey hey. Wangadangada dangdagadangda. It's time for Africa. Shite. Oké, we moeten even kijken hoe we het nu gaan aanpakken. We kunnen spelfout gewoon meteen weer bijpakken. We kunnen ook zeggen, nou, Johnny is een gras-Pokémon. Dat klopt. Misschien kan Johnny wat leuke oplossingen voor dit probleem verzinnen. Ik hoop het, Johnny. Anders weet ik het ook niet meer. Oh, ik wil trouwens eventjes gauw een andere YouTube video promoten in mijn YouTube video. Ik doe dit niet vaak, andere mensen shit gunnen. Oh! Maar ik wil toch eventjes speciaal geval een klein beetje promotie maken voor een ander kanaal. Er is een YouTube video genaamd African Drug Lord. En ik denk als je African Drug Lord Call of Duty intikt, dan vind je hem wel. African Drug Lord is een serie
van een man. Die doet alsof hij een Afrikaan is. Gewoon een, is een, you talking to me? Met zo'n heel slecht Engels accent. Gaat hij met mensen praten. In Call of Duty Black Ops 3 of zo. En wat hij doet is, via een bepaald iets trekt hij die mensen hun IP-adres. En komt hij erachter waar ze wonen. En hij gaat gewoon een beetje praten en ze gaan een beetje grapjes maken van I fuck you mother, you fucking me mother. Hij laat zich gewoon een beetje belachelijk maken door een paar van die jochies. En op een gegeven moment zegt hij, hey Michael, ik weet waar je woont. Jij woont hier toch? Ik ga je pakken, vriend. En die gasten schijnt zich zo in de broek. Gewoon, je gaat nu zeggen dat het je spijt. Je gaat nu zeggen tegen mij sorry. Oh, sorry meneer, sorry. Kom alsjeblieft niet naar mijn huis. Zo leuk. Oh, dit gevecht schiet echt niet op gewoon. Ik dacht dit kan. Maar wetenschap toont aan dat het helemaal niet kan, joh. Het schiet echt voor geen flikker op. Hoe werken ijs aanvallen op deze grapjas? Nou, zijn grapjas bevriest dan. In het kledingstuk. De grapjas. Ja, daar gaat hij al dood van, joh. We gaan allemaal een keertje dood. En jij nu. Mooi zo. Het fijne is dat het gevecht af is. Hebben deze League Battle nu gewonnen of komt er nog een Pokémon? Ah. Bruno is verslagen. Hoe kon ik verliezen? Ja, je bent wel gewoon een sukkelgast. Oké, we moeten even schoon onze tas grabbelen. Er zijn namelijk een aantal mensen, ja, dood. Ja, dat is het juiste woord. De juiste nomenclatuur. Laten we even alle Pokémon erbovenop helpen. Ik weet niet hoeveel Fury Store shit ik heb. Hyper Potions, redelijk veel. Het enige item wat ik niet echt heb meegenomen wat heel handig is een Aether. Dat is zo'n item waardoor je bepaalde moves nog een keer kan doen. Want mijn Hydro Pump is gewoon op. Omdat ik heel enthousiast was van, hey, Hydro Pump is best een goede aanval. Laat ik die gewoon heel vaak gaan gebruiken. Ik heb wel nog een Rare Candy. Dat is iets. Heb ik nog iets van Aethers of zo? Elixir. Restores the PP of all the moves learned by the targeted Pokémon by 10 points each. Die kan ik echt gebruiken als het echt nodig is. Maar behalve dat niet heel veel. Ik heb een HP up. Geef Pokémon meer HP. Sure, spelfout. Jij hebt niet meer HP. Is het echt 1 HP? Is het 1 HP? I don't know. Ik heb het er maar in gegooid. De volgende persoon is psychische aanvallen. Of in ieder geval dark, whatever. Voor mij werken ijsaanvallen daar redelijk goed op. Laat het even proberen. En als het niet werkt, gewoon keihard wegrennen, joh. Boeien. Dus, ik was ook een beetje aan het lezen. Er zijn blijkbaar dit jaar, 2017, al 300 mensen dood gegaan aan selfies. En er werd echt geplaatst een probleem. Vooral in India, heel veel mensen, want er rijden heel veel treinen. En treinen zijn natuurlijk ook een stukje minder veilig dan in Nederland. In India, meer dan 50% van de mensen die doodgegaan zijn aan selfies, zijn doodgegaan omdat ze geraakt zijn door een trein. Omdat het daar gewoon heel hip is om foto's van jezelf te maken bij het spoor. Maar ook mensen die bijvoorbeeld aan een gebouw willen hangen, denken, hey, even een selfie knallen. Allemaal op hoge dingen beklimmen en er dan van afvallen, dat soort dingen. Het zijn allemaal doden door selfies. En zeiden mensen, ja, supergoed idee. Maak een app die dan zegt, hey, je bent op een hoog gebied. Maak nu geen selfie. En ik vond het een gaar idee. Tuurlijk, een app die zegt, yo, probeer momenteel niet dood te gaan door een selfie te maken. Is best handig. Maar als je die app zelf moet downloaden, dan val je al niet echt in de categorie van mensen die doodgaan door selfies. Als jij helemaal denkt, oh ja, ik moet eventjes niet doodgaan omdat ik een foto van mezelf maak op een hoog gebouw, was je het waarschijnlijk al niet heel erg van plan. En dan vervalt de hele app een beetje. Maar ik vond het idee van de app fantastisch. Alleen ja, praktisch. Gaat het ooit iemand helpen? Nee. Eigenlijk een beetje net als Serpent gameplay. Aw, je bent trouwens aan het verliezen. Alweer. Confused en gepoisoned tegelijkertijd. Dit is fantastisch. Dit is niet fantastisch. Ik dacht... Oh, dit doet gewoon pijn eigenlijk. Wil je dood, Gengar? Want ik wil jou wel dood. Dus ga dood, vriend. Even een critical hit of zo, dat je in ieder geval een Pokémon... Oké, nee, doe maar niet. En ben ik nu dood? Oh, kut. Oh, kut. Hoe werken gewoon normale wateraanvallen op dit soort grapjassen? Deze aflevering wordt trouwens best lang. Want ik moet, ja, de league bestaat uit 5 mensen. Misschien is je opgevallen, maar dit is nummer 3. En ja, de video is al 14 minuten. Neem dat mee in je berekening. En dan zijn we waarschijnlijk nog heel eventjes bezig, ja. Dus, wil je een leugen horen waar ik eventjes echt helemaal gewoon mind blown? Ik heb op de middelbare school ooit in, denk ik, eerste jaar middelbare school zat ik in HAVO-VWO. En toen hadden we biologie, was een vak dat we hadden, van een hele lieve man. En dan hadden we een biologieboek en daar staan allemaal biologiefeitjes in en shit. En er stond iets in, ik kan me nog heel goed herinneren, van de tong. Misschien stond het ook in jouw biologieboek of zal het ooit in jouw biologieboek gaan staan. Dat te maken met
verschillende gebieden op je tong verschillende smaken kunnen proeven. Van, oh, ik weet het niet meer uit mijn hoofd, maar als het achter op je tong is dan bitter. Het puntje van je tong is voor mij zoet of zout. En dan had je, je hebt in ieder geval zoet, zout, bitter, zuur. En je hebt nog umami of zo, iets in die richting. In ieder geval, ik heb dus heel erg geleerd op de middelbare school gewoon. Van ja, er zijn verschillende stukjes op je tong die verschillende smaken kunnen proeven. Je kan het gewoon proberen. Je kan gewoon even opzoeken waar ook alweer zoet zat. Stel, zoet zit op een puntje van je tong. Als jij een schep zout op een puntje van je tong legt, smaakt het gewoon zout. Het slaat helemaal nergens op. Om een of andere reden denken heel veel mensen dat het een ding is, dat verschillende delen van je tong alleen maar verschillende smaken kunnen proeven. Dat is helemaal niet waar. Het is wel zo. Er zit een heel klein beetje waarheid in dat verschillende delen van je tong iets gevoeliger zijn. Er is inderdaad een stukje van je tong dat iets beter zout kan proeven. Maar het is helemaal niet waar dat zout alleen maar op een bepaald deel van je tong zit. Ik wil gewoon even zeggen dat ik gewoon weer al mijn hele leven ben voorgelogen. Ik wil binnenkort ook nog een video maken over alle leugens die ze hier leren op de middelbare school over scheikunde. Puur zodat jij, de kijker, als je toevallig nog op de middelbare school zit en scheikunde hebt en een hekel hebt aan je scheikundeleraar, heel erg irritant kan gaan doen. Het zijn vooral dingen die je leraar legt het verkeerd uit om het makkelijk voor je te houden. Hij kan zeggen, dit is zo, behalve voor dit, dit en dit, maar dat ga je toch nooit gebruiken. Dus kan hij beter dat gewoon weglaten, anders brengt het je alleen maar in de war. Maar ik wil dat toch even rechtzetten. Een goed voorbeeld is, op het periodiek systeem heb je de edelgassen. En je Dordien vertelt, de edelgassen, die reageren niet. Die hebben een volle elektronenschil en daardoor reageren ze niet, nooit. Dat is helemaal niet waar. Je hebt gewoon verbindingen zoals xenon. Kijk, helium kan niet reageren. Alhoewel, er zijn voor mij zelfs bepaalde stoffen met helium erin, maar het is een beetje iets anders. Maar echt binding. Helium reageert niet heel snel, maar dingen zoals xenon. Xenon tetrafluoride is gewoon een ding. Ik ben trouwens even aan het kijken dat misschien moet ik wel even iemand uit mijn team weer terugbrengen uit de dood. Als ik nog, even kijken hoor. Ik heb ook een Max Revive. Als je die gebruikt, dan komen ze terug uit de dood. En met volledige HP. Dat gaat even ietsje sneller. Dit is mijn kapsalon. Die heb ik even in mijn team gedaan. Hij kan namelijk psychische aanvallen. Hij kan ook heel goed doodgaan. We kunnen even kijken of het werkt. Ja. Nou, kapsalon, het was fijn dat je meedeed aan deze leak teambuilding dinges. Je hebt je best gedaan. En meer dan je best kan je niet doen. Je bent ook een loser. Maar dat is niet aardig. Nee, zeker niet aardig. Het is wel waar. Alsjeblieft, maar niet ook Rockford dood. Oei. Nog veel damage. Alsjeblieft, ga nu dood. Brand. Yes! Oké dan. Hebben we nu deze persoon verslagen of zijn er nog meer Pokémon? Yes! Oh my, je bent wel speciaal, kind. Yes! Oké. 3 van de 5 bitches verslagen. Laten we even gauw weer iedereen terugbrengen. Ik heb ook nog een rare candy. Ik kan even kijken of... Ja, ik gooi hem denk ik toch gewoon op spelfout. Die is toch gewoon lekker sterk. Die is net level up gegaan, dus daar kan ik wel een rare candy op gooien. Dat houdt in dat hij nog een level omhoog gaat. Yay! Komt hij ook terug uit... You use your last rare candy. Oh, nee toch. Even kijken. Kunnen we weer een revivetje gebruiken? Ik heb er nog 20, dus in principe lopen we redelijk goed op schema. Nou, wist ik van de eerste paar League leiders uit mijn hoofd welke Pokémon ze hebben. Waardoor ik dus redelijk makkelijk wist, oké, nu komt deze Pokémon. Daar werkt deze Pokémon goed op. Vanaf dit punt heb ik geen idee wat er gaat komen. Het enige weet is dat de allerlaatste leider een Mewtrazard heeft. Dan vraag je je af, Rick, wat is een Mewtrazard? Dat is een fusion van Mewtwo en Charizard. Rick, dat is fucked up. I know. Ik poep hem in mijn broek voor Mewtrazard. Ik krijg het niet eens helemaal mijn bek uit, joh. Ik denk dat het zo wel goed is. We hebben nog een calcium. It raises the base special attack. Sure, geef alles maar gewoon aan spelfout. It won't have any effect. Sure, hier, name calcium. Is prima, joh. Heb ik nog meer gare items die ik aan Pokémon kan geven die waarschijnlijk toch geen flikker uithalen? Nee, oké dan. Dan gaan we door naar de volgende ronde. Is deze gast nog steeds draaktypen? Want in het geval dat hij draak is, het enige wat nog een beetje lekker werkt op draak is voor mij onder andere ijs. Dus ja, als deze gast daadwerkelijk gewoon draaktype heeft, kunnen we best wel gewoon ijsaanvallen proberen. En voor de rest gewoon smeken om niet vermoord te worden. Dat is een beetje mijn hoofdstrategie. Ah, ik heb gehoord over jou, Ricky. Je kunt me noemen Lance, de Dragon Trader. Je weet dat draken mythische Pokémon zijn. Ze zijn bijna niet te vernietigen. Wanneer je draken samenfused, is de resulterende kracht fantastisch en shit. Ik ga je gewoon helemaal kapot maken met mijn drakenpiemel. Is goed. Je mag het in ieder geval van mij proberen.
Dus dat. Ik zat even te kijken naar welke onderwerpen ik nog meer had voor mijn video, maar niet heel veel interessant. Het spijt me. Het is zover. Dit is het punt waar ik pure poep ga lullen. Er is één ding wat ik ooit verteld heb in een video. En het is leuk, want ik heb er nu een soort vervolgfeitje op. Ik heb ooit, dit is denk ik meer dan 3 jaar geleden in een video geweest, ooit verteld dat de prijs van een Big Mac over de hele wereld gebruikt wordt in de economie. Het is niet een hele serieuze economische eenheid, maar je kan heel goed zien hoe landen, hoe munteenheden van landen tot elkaar in verhouding staan door te kijken naar de prijs van een Big Mac. Want die kost ieder land... Charconite. Die kost... Big Mac kost in ieder land ongeveer evenveel. Er zijn een paar uitzonderingen, zoals India, waar ze geen koeienvlees eten en shit. Maar over het algemeen, vooral de verandering van de prijs van een Big Mac, kun je redelijk goed kijken hoe bepaalde economische markten in landen werken. En er is één land wat heel erg op de hoogte is dat de Big Mac wordt gebruikt om landen te vergelijken met elkaar. Argentinië houdt namelijk de prijs van zijn Big Mac kunstmatig laag. Als je economie hebt, dan krijg je dit al vaker. Dan heb je bijvoorbeeld, je hebt de yen en je hebt de euro. En het is gunstig voor mij als de yen laag staat. Dus dat zeg maar 10 yen gelijk is aan 1 euro. Dat is heel handig. Dat is zeg maar heel veel yen voor 1 euro. Als je heel veel spullen gaat verkopen, dan krijg je heel veel yen. Stel je product is 10 euro, dan krijg je 100 yen in plaats van dat de verhouding 5 is en dan krijg je maar 50 yen. Dus wat China nog wel eens wil doen, motherfuckers, is gewoon kunstmatig ervoor zorgen dat hun yen heel laag is. Dat doen ze dan, het is vraag en aanbod. Als er veel yens worden gekocht, dan gaat de yen omhoog. En als er heel veel yens worden verkocht, gaan ze omlaag. Wat China nog wel eens wil doen, is gewoon munteenheden kopen van andere landen. Hé, wij kopen heel veel euro's, dan gaat de euro omhoog en dat is dan fucking chill. Is een houden zijn eigen munteenheid kunstmatig laag. En Argentinië doet precies hetzelfde, maar dan met een Big Mac. Dus waarschijnlijk is er iemand die iets met economie doet die nu zegt, Rick, hier klopt geen flikker van. Dat zou kunnen. Mijn VWO economie-examen was 3 jaar geleden. Sinds, ja, echt bijna exact 3 jaar geleden, aangezien de hele examenperiode momenteel is. Oké, een Silent Night. Uit echt alleen maar fusions ook. Het gaat er nu nog soort van goed. Het grappige is, als je in de league tegen Lance vecht, dan heeft hij voor mij bijna alleen maar Dragonite. Gewoon, ik heb een Dragonite. Oké, ik heb een Dragonite verslagen. Wat nu? Ik heb nog een Dragonite. Ik heb een Dragonite verslagen. Wat nu? Ik heb nog een Dragonite. En hier heeft hij ook allemaal Dragonites, maar dan allemaal gefused. Ik vind het best wel leuk gedaan. Rockfour is ook helemaal niet zo sterk, maar hij wint als een motherfucker momenteel. Een Gyronite. Is dat nou een Gyarados? Gefused met een Dragonite. Oh my lord. Ik voel me zo bedreigd. Alsjeblieft, maak me gewoon dood met 1 Ice Beam. Please. Oh, nou. Nou, dat was niet echt denderend. Nu zijn mijn Ice Beams op. Is Fly ook goed? Het is een beetje wanneer je in een restaurant bent en een cola bestelt. En zeggen ze, is Pepsi ook goed? En jij dan zegt, is Monopoly geld ook goed, motherfuckers? Er is wel echt een goed verschil tussen cola en Pepsi. Pepsi beweert juist, die hebben ooit iets opgezet, een soort reclamecampagne, de Pepsi Taste Test. Dan gingen mensen, Pepsi heeft toch een beetje de naam als van de minder goede cola. Cola is fantastisch, Pepsi is, mooi. Het kan als er geen cola is. Dus ze hadden iets opgezet, dat mensen kregen dan een blinddoek om. En dan moesten ze met een blinddoek, kregen ze cola en Pepsi, zonder dus te weten welke is. Dan moesten ze zeggen welk lekkerder is en zogenaamd vond dan iedereen Pepsi veel chiller. Ik moet zeggen, Pepsi is best oké. Voordat de ware Pepsi fanboys naar me toe komen en zeggen, maar Rick, Pepsi is best chill. En dan moet ik zeggen, ja, in principe. Oh, kut. Oh, kut. Dit is het punt waar alles naar beneden gaat. Oké, ik ga proberen een psychische aanval te doen. Zolang deze gast niet hield en mij niet sloopt, dan gaan we sowieso meteen slopen, dus... Misschien kan ik beter gewoon een Pokémon healen. Ik bedoel, we moeten niet nu doodgaan. Zeg maar, tip. Leak tip van Rick. Oeh, hij is confused. Hij is confused. Hij gaat zo meteen zichzelf keihard slaan. Oké, we alleen nog vuurbal erin. Die gaat sowieso vrij weinig kunnen doen. Het is nu gewoon even belangrijk om mijn hele team even te reviven. Ik heb in ieder geval niet 22 revives gekocht. Gewoon eventjes focussen. Niet per ongeluk de verkeerde moves aanzetten en shit. Hoppakee, dat is een revive. Ik kan ook die Gyronite kapot maken, maar voor mij nog maar meer Pokémon. Hij moet zichzelf gewoon even kapot maken, kijk. Ik hoef helemaal geen moeite te doen, joh. Hij gaat uit met een knal. Op zijn eigen bakkes. Oké, dan. We zijn in Dragonite. Een normale Dragonite. Wil ik Pokémon veranderen? Nee. Voor een normale Dragonite is denk ik... Oeh, hij is wel level 60. In principe is Rock 4 de beste keuze voor Dragonites. Het probleem is alleen dat...
En ook Force niet zo sterk. En die Outrage hakt er echt in als een megabom. Het killt gewoon. Oh, ben je er weer? Ben je tot leven? Oh, bom, nu ben je dood. Oh. Even kijken hoe we dit gaan doen. Had ik maar iets van een move waarmee ik hem gewoon even een paar beurten in slaap kon stoppen ofzo. Dat zou best wel fijn zijn. Ja, wat wil je nu doen? Ik denk toch even een Hyper Potion geven aan Rock 4. Het is echt een sterke Pokémon dit. Hij is gewoon te sterk eigenlijk. Zijn Outrage is super sterk. Ik weet niet hoe vaak hij Outrage kan doen. Hij is wel confused. Oké. Dit is het punt om in te slaan. Als een goede bom in te slaan. Als hij gewoon een paar keer mist. Enig probleem met Rock 4 is trouwens, denk me opeens, dat hij het enige move die hij heel goed kan. Die is op. Daar heb ik gelukkig een elixir voor bij me. Ik moet hem toch op Rock 4 gaan gebruiken, denk ik. Ik had niet verwacht dat die Pokémon zo belangrijk ging zijn in het halen van de league. Maar Dragonite, please sla jezelf. Oh, ben je in de war? Oh, hij doet best wel veel pijn aan zichzelf. Nice. Blijf er lekker mee doorgaan. Hier heb je een Ice Beam voor je bakkes, vuile teef. Oh, dat draait echt zoveel damage. No. Ik ben eigenlijk een keer voor het eerst in alle Pokémon-series daadwerkelijk bezig met welk type heel effectief is op welk type. Ik heb het gewoon een keer goed uit mijn hoofd geleerd. Dat is het. Ik haat het om het toe te geven, maar je bent een Pokémon-meester. Mijn drakenfusions. Ik weet niet hoe het mogelijk is, maar je hebt ze verslagen. Maar er is nog één challenge die op je te wachten staat. Er is nog één trainer die je moet verslaan. Je moet de Kanto League kampioen verslaan die de Elite voor versloeg voordat jij dat deed. Aan de goede kant, de kampioen heeft wel onze Pokémon Fusions gemaakt. De kampioen bezit Fusions sterker dan de mijne. Maar ik ga niet liegen, de nieuwe kampioen is gemener dan iedere trainer die ik ooit heb ontmoet. En weet je wie het is? Het is die gast die de Pokémon Fusion machine heeft gestolen. Van team Aqua Magma, whatever. Oké, ik hoop dat het gaat lukken. We hebben nog steeds 15 revive, dat is het probleem niet. Maar als hij gewoon zo sterk is dat hij al mijn Pokémon meteen vermoordt zodra ik ze in het spel zet, dan wordt het moeilijker. Voor de rest is spelfout bijna als... Ja, die kan geen hyperpump dinges meer doen. Dat is de sterkste aanval. Dat is ook een beetje onhandig, maar... In principe heb ik er vertrouwen in. Een beetje? Hey, dat is goed genoeg hoeveel het vertrouwen, Rick. Ik heb er een beetje vertrouwen in. Ik kan ook hier opslaan. En dat we dan vanaf dat punt verder gaan. Maar in principe op de Game Boy kun je dat ook doen. Je moet redeneren, is het vals spelen? Kan het op een normale Game Boy ook? Ja, dan is het in principe geen vals spelen. Maar het ding is, ik kan ook zeggen, als ik nu game over ga, laat ik mijn oude save game, heb ik weer met 22 revives. Dus we gaan niet opslaan, we gaan het gewoon doen. We gaan ervoor. Ik wist dat ik je zou zien, Ricky. Wanneer ik kwam naar Kanto, was ik van plan... Hij is niet de leider toch, dacht ik. Ik dacht dat... Ik had de wiki gelezen, de Pokémon Fusion wiki. Daar staat niet op welke Pokémon iedereen heeft. Er stond alleen dat de leider, die gast van Team Dinges, was. Is een disguise? Wat gebeurt er? Ik ben echt te lui om vandaag tekst te lezen. Sorry hiervoor. Oh, the champion is way too strong for me. Je denkt, hij is de kampioen. Net zoals een normale Pokémon game. Dan is vaak je rival of je vriend is dan altijd weer de leider. Nee. Deze keer is het leider wel gewoon de grote eindbaas. Hij is gewoon te sterk voor me. Ik juich voor je, Ricky. Veel succes. Yo, thanks. Oh, het is helemaal een ladder. Oh. Staat hij op het einde? Staat hij op een hele grote berg? Het is een tijdje geweest, Ricky. Ik heb lang gewacht voor dit moment. Wie ben ik? Ik weet het. Je bent me vergeten. Logisch. Het is Wally! Onthoud je dat nog? We waren vrienden in Hoenn. Tenminste, ik dacht dat we dat waren. Epische flashbacks. Maar toen ging je gewoon weg zonder iets te zeggen. Weet je hoe ik me daardoor voelde, Ricky? Boos! Woedend! Ziek van de woede! Dus we gaan nu even... Je ging een hele nieuwe game maken zonder mij! Ik dacht dat we vrienden waren! Hoe kon je? Oké. Jullie geloven het vast ook wel, net als ik. Oké. Hij is de hele tijd al achter Team Magma en Team Aqua. Dat is wel een grappige plot twist. Hij is gewoon boos omdat we zonder hem een nieuw Pokémon game hebben gespeeld. Oké, hij verschijnt dus echt de ziekste fusions die we ooit gaan zien. Met waarschijnlijk zijn laatste Pokémon Mew Charizard. Ik heb er zin in. Komt ie dan! Wally! Vecht mij in real life, Wally. Wat is je eerste Pokémon? Een Altarix. Wat? Dit is zo meteen een Pokémon waarvan ik denk... What?
Ik ga Hydro Pump. Ik weet niet of Hydro Pump werkt. Oh, ik heb ook echt heel weinig surf. Doe dan maar gewoon Hydro Pumpje. Please zeg dat dit veel schade doet. In één keer dood, alsjeblieft. Ai. Kijk, hij gaat wel waarschijnlijk die keer in de Battle of Fury Store gebruiken. Kun je beter nu meteen hebben. Want ja, deze Pokémon ziet er nogal verslaanbaar uit. Het is wel een pareltje in ieder geval. Dat kunnen we wel zeggen. Het is sowieso een prachtige, bloedmooie parel. Nog één surf, alsjeblieft. Doe lekker een earthquake. I don't give a fuck. Het is heel lang stil. Oh, dat is de animatie blijkbaar van de earthquake. Oh ja, ik heb nog een paar gare feitjes die niet gaan over economie of trolleyproblemen. Dat waren twee broers die hadden een nepschilderij verkocht. Voor het legendarische bedrag, een nepschilderijtje, voor 1,5 miljoen. Gingen ze met het geld naar de bank en toen bleek het nepgeld te zijn. Dit is oprecht... Ah, wat een lelijke Pokémon. Het is oprecht een hilarische trade deal. Het is een nepschilderij ruilen voor nepgeld. Je bent allebei gewoon aan het einde van de rij al, ja. Dit is kut, maar aan de andere kant, ja. Wat hadden we verwacht? We zijn allebei aan het oplichten. Misschien is het ook alweer een beetje eerlijk zo. Ik vind het niet zo leuk als je ijsaanvallen op me gebruikt trouwens. Ja, ik dacht, ik noem het toch even subtiel op. Van, hey, ijsaanvallen, doe niet. Oh, dat doet pijn. Een Mangler. Hij is dus een Krabby gemengd met een Magneton. Of een Kingler gemengd met een Magneton. Dus hij is water, elektriciteit. Nou, ik kan in ieder geval voor het waterdeel kan ik sowieso Johnny pakken. Dus ik denk dat Johnny wel met Giga Drain... Oh, dat is geen Giga... Oh, kut. Thunderbolt doet in ieder geval vrij weinig damage. Solar Beam moet mij een beurt laden. Maar dat is omdat hij fucking sterk is. Ik verwacht dat een gat in je gezicht te blazen. Zelfs ook al gebruik je de move Crab Hammer. Zijn trouwens ook nog eens hetzelfde level, dat is fijn. Boom, bitch. Nice, oké. We hebben al twee bitches down. Ons team begint gaten te vangen. En vooral gewoon de aanvallen die we nog kunnen gebruiken beginnen erg beperkt te worden. Maar... Daar is Mutrizard. Fuck. Oh my lord. Mutrizard, nee! Niet de flamethrower! Nee! We hadden kunnen zien aankomen trouwens. Oh, een Charizard. Nee, dat is wel goed zo. Waarom heb ik nou echt precies weer mijn water-Pokémon die gewoon geen moves meer heeft? Is er echt niet een manier om die moves terug te krijgen? Maar doet Waterfall damage? Voor mij wel. Ik weet niet of het veel damage doet. Ik gebruik nooit Waterfall in battles. Doet het damage? Even checken. Ja. Maar is het sterker dan Surf? Volgens mij wel, als ik zo even naar de beschrijving kijk. Of is het een bird die... Ik heb echt misschien één keer in battle... Oh, het is wel minder sterk dan Surf, maar... Oké, dan gebruiken we gewoon Waterfall, I guess. Is het al zijn laatste Pokémon? Je zou het haast zeggen, want... Je zou zeggen dat Mutazard zijn laatste epische reveal is. Ik heb nog één laatste troef. Mutazard, ik kies jou! Oké, Mutazard gaan we wel dood krijgen met Waterfall. Niet met één, maar we komen in de buurt. Dragon Rage. Oh, kut. Oh, dat viel wel mee. Come on. Woehoe. Epische klanken. Epische finale dit ook. Het is wel spannend. Ik voel de spanning door mijn aderen gieren. Of ik heb gewoon mezelf onder stroom gezet recent. Wil ik die Pokémon veranderen? Oeh, dit lijkt me wel een taak voor vuurbal. Ik heb geen idee wat er aan de hand is. Gewoon flikker vuurbal erin, joh. Iedereen verdient de kans om te shine in deze finale. Een Misserade. Ah ja, kijk. Dat is een Misdreavus met dat ene... Je hebt Misdreavus, een coole Pokémon. En je hebt dan een andere Pokémon die ook wel cool is ofzo. Ja, oh, het klinkt alsof het echt super mega effectief is. Ik zei het, ik denk dat vuurbal een goed idee is. Het was meer een medegok, maar hey, hij is dood. Nice. Oké, wat heb je nu? Een Kadabra. Dus het is een... Is het gewoon een abra? Nee, het is een abracadabra. Daarom de abra. En kat van... Het is in ieder geval een psychische... Oh... Welke Pokémon is het nog meer? Ik zie het echt even niet. Welke Pokémon ken ik? Wie zijn naam begint met kat? Ik weet het echt even niet. Oh, iedereen boos in de comments. Rick, you don't know your Pokémon? I know. I don't know my Pokémon. Hoeveel Pokémon heb ik wel niet gedood van die gast? Is dit zijn laatste Pokémon? Ik heb hem geburnt. Oh, sick burn. Oh, ik ook. Ai. Ah, het synchronize. Dus dan hoor je eigenlijk hetzelfde staatseffecten krijgen, maar het werkt even niet of zo. Hij gaat zingen. Ik laat hem gewoon doodbranden.
Laat hem lekker branden, Rick. Kom op, vuurbal. Dit is jouw moment. De finale. Ik had nu eigenlijk gewoon mijn shiny Ponyta mee moeten nemen van level 30. Die er nu nog even in gooien en daarmee de league halen. Ik hou van mijn shiny Ponyta. Ja. Dan gaan we gewoon lekker slapen. Oh, we gaan dood. We gaan allemaal dood. Oei. Oké, Kadabra. Het is tijd voor Kapsalon. De Pokémon die echt in mijn team zit en nog niks heeft bereikt deze aflevering. Dit is jouw moment. Oké, wat dacht je van? Bubbelstraal! Doe je bubbelstraal, de Kapsalon! Doe je bubbelstraal! Yes! Lekker een Pokémon verslaan die echt 15 levels hoger is. Feels good, man! Ik krijg helemaal niet zoveel XP trouwens. Heb ik gewonnen? Did I win? Boom! Yes! Nee! Hoe kan dit gebeuren? Ik probeerde zo hard, maar ik was nog steeds niet goed genoeg om je te verslaan. Alles wat ik wilde was sterker zijn, om te laten zien dat ik de moeite waard ben om te onthouden, Ricky. Maar ik denk dat ik gewoon nog steeds de kleine, hulpeloze Wally ben. Jij wint, Ricky. Je hoeft je geen zorgen te maken over Team Aqua en Team Magma. Ze zullen er niet meer voor problemen zorgen. We geven de Fusion Machine op en gaan naar Cerulean Cape. Het is er niet over, Ricky. Je hebt het laatste van mij nog niet gezien. Ik zal ervoor zorgen dat je me nooit meer, vergeet. Oké. Okay. Ricky, het gaat goed met je. Zo snel dat ik hoorde dat de magneettrein was opgeblazen, ging ik naar Hoenn toe en kwam ik hier zo snel als ik kon. Maar het ziet er uit dat je niet gewoon oké bent. Je bent de nieuwe kampioen van Kanto. Dat is fantastisch. Ricky, kom met mij mee. Ik hoop dus dat we nu zelf gewoon fusions kunnen maken. Die gewoon zegt, yo deze Pokémon. Boom, fusion. En dan we nog even kunnen aankutten. Gefeliciteerd. Wat leuk om je te zien, professor ook. Insgelijks, professor Birch. Rick, je moeder maakt zich helemaal zorgen. We moeten gauw naar huis gaan om te laten weten dat je oké bent. Ik heb professor ook, laat professor ook vanaf hier doen. Doei. Ga even naar de machine, onze ballen erin stoppen. Ik heb ook gewoon maar 5 ballen meegenomen. Gefeliciteerd, Ricky. Deze verdieping is de Pokémon Hall of Fame. Pokémon League kampioenen worden geëerd voor hun daden hier. Je hebt het waarschijnlijk al heel vaak gedaan, dus hier gaan we. Spelfout, een Blastereon. Ik heb wel lekker veel fusions in mijn team. Dat is wel fijn voor het einde. Valt ook alweer mee hoeveel. Vuurbal, ja. Ik had gewoon geen coole vuurfusion. Articuno, ja. Was dat nou echt nodig? I don't know, man. Kapsalon. Die is wel lijp. Het is een oké team. Ik hoop echt dat we nog zelf fusions kunnen maken. Want dan fuse ik Zapdos met Moltres. Oh, dat zou ik graag doen. Dan vangen we die nog eventjes gauw. Fuse ik ze. Gaan we nog een paar afleveringen door. Als dat kan. Maar ik weet niet of het kan. Misschien is het gewoon het einde van de game. Your game will not autosave. Do not reset without saving. Oh, het had natuurlijk het huis gestolen en op die berg neergezet. Ja. Ik denk dat de game af is, maar misschien niet nog naar de league door kan. Dat heb je natuurlijk wel vaker in Pokémon games. Lekker muziekie. Hey, lieve kijkertjes. Dankjewel voor het kijken van deze serie. Hopelijk heb je ervan genoten. Ik heb zeker genoten van het avontuur van Pokémon Fusion Generation. Nu moeten we weer beginnen met een nieuwe Pokémon game op mijn kanaal. De Serpent Falls is ook alweer bijna af. Ik heb nu een werkende 3DS emulator. Dus ik zou Pokémon Sun and Moon kunnen doen. Alhoewel ik daar niet zo fan van ben tot nu toe. Wat ik van heb gezien. We kunnen X en Y doen. Die zijn wel heel leuk sowieso. We kunnen Black and White doen. We kunnen Diamond and Pearl doen. Ook heel vaak aangevraagd. Nu heeft Link van Linktijger mij uitgedaagd voor een Let's Race Pokémon Platinum. Dus ik denk dat ik die binnenkort wil gaan starten. Het probleem is alleen, ik heb Pokémon Platinum al zeker 8 jaar niet... Nou, zo, ik denk dat ik in de tweede zat. Dus 4... 7 jaar niet gespeeld. Dus ik moet die game eigenlijk eerst even een keer spelen. Gewoon even oefenen in Pokémon Platinum. Dat ik even weet hoe de game werkt. Hey, daar stond trouwens nog een Pokémon die ik kon vangen. Zo'n Fusion volgens mij. Ik moet even een keertje Pokémon Platinum uitspelen op stream. En dan waarschijnlijk, misschien binnenkort, als we de tijd ervoor kunnen vinden. Waarschijnlijk over een maandje of zo, als ik eenmaal zomervakantie heb. Dan wil ik wel Pokémon Platinum Race met Link gaan doen. Als Link daar tijd en zin voor heeft. En voor de rest misschien een andere leuke Pokémon game. Ik sta ook voor suggesties. Ik heb ook nog steeds een andere Pokémon hack. Pokémon Sweet, waar alles gebakjes zijn. Pokémon, heet die ook alweer? Je hebt Pokémon Ash Gray, wat de complete verhaallijn van de Pokémon anime volgt. Je had die ene Pokémon Pokémon Ass ofzo. Dat was Pokémon Fire Red, maar dan met heel veel seksdingetjes. Heel veel Pokémon My Ass, voor mij heette die zo. De keuze is in ieder geval reuze. Ik vind het leuk om Pokémon toch een standaard vast iets te houden op Serpent Gameplay.
Het is gewoon een fijne game om lekker verhalen bij te vertellen, want kijk gewoon lekker weg. Of de gameplay nou heel kut is, of niet heel erg kut. Het kijkt altijd lekker weg. En het huisje staat weer lekker op zijn plek. Het einde. Oké. Oké. Wat nu? Daar ben je, Ricky. Ik wil je feliciteren met je winst tegen de kampioen. Ik ben erg onder de indruk. Maar ik denk niet dat je het laatste van hem hebt gezien. Hij is gewoon klaarmaken voor een rematch. Ah, we krijgen Garenite. Yes. Kletsnat. Vind ik een flauwe naam voor deze gast. Kletsnat. Kletsnat. Kijk eens aan. Of snotneus. Nu hoop ik eigenlijk dat alle gymleaders gewoon één voor één naar me toe komen en me hun fusions geven. Oké. Okay. Oh, misschien moet je de league gewoon nog een keer verslaan. Ah, dan komt de volgende league leider over. Maar ik krijg gewoon al hun fusions. Dat is echt vet. Wat doe jij hier? Dezelfde reden als jij, denk ik. Ik wil je bedanken en je feliciteren. De league te verslaan. Bla, 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 bla. Wil je mijn Pokémon hebben? Oh, moet ik eerst ruimte maken voor meer Pokémon. Is goed. Deze finale duurt toch al onmogelijk lang. Blinks. Blinks is wel vet. Hoe gaan we Blinks noemen? Blinks. Blinks. I'm a dancer. Wat dacht je van? Tap dance. Heb ik al een keer een Lapras lap dance genoemd? Wat? Ja, dan moet je toch wat nieuws verzinnen. Oké. Okay. Ja, voor mij is het idee gewoon dat we nog een keer de league moeten verslaan. Geen extra gymleaders? Oh, that's very sad. Ik denk, dankjewel voor het kijken van deze serie. Denk ik. En dan nog even wil proberen is even gauw naar beeld toe. Eerst even gauw twee willekeurige Pokémon halen. Even naar beeld toe. De vraag is, mag ik zijn fusion machine gebruiken? Ongeacht de regels. Waarschijnlijk was hij dan maar naar me toe gekomen en had hij gezegd, yo Rick, wil je mijn fusions gebruiken? We kunnen even gauw naar de computer kijken welke vette Pokémon we allemaal hebben. Het is toch altijd een leuk einde van de serie. Dan ga ik even gauw alle namen langs en zo. Dat is wel geinig. Wat hebben we allemaal voor moois? Pikachu, een Weedle, een Caterpie, een Rattata, Pidgey, Ekans, een Diglett, Coma Zuip, Undercover, Borstmelk, Proefpers, een 06 nummer, Aragog, Sterren, Noopmuskat, Porno Floor, Treinman, Floris, Trein, Otjukbeen, Zoibats, Neusamande, Sibuna, Prankaap, Slechty, Vulpenis, Voorhoofd, Hemavorst, Snoepje, Superfijn. We hebben nog meer, Viespeuk, Piemelman, Glados, Gedrocht, Berend, Bobo, Atoombom, Gangbang, Wietpie, Hitzig, Doodslag, Poepsoep, Poepchinee, Trump for Press. Voor mij was het nog voordat hij president werd. Kipnugget, Kletsnat, Bieleveld, Wincest, Tamponi, Johnny, Spelfout, Vuurbal, Kapsalon, Incest, Zandkut en Tapdance. Laten we sowieso Tamponi meenemen, dan kunnen we misschien een... Stel we mogen fusionen, wat waarschijnlijk niet mag, ga er niet vanuit. Dan moeten we wel deze shiny ergens in fusionen. Wat lijkt me nou echt een grappige Pokémon. Voor mij heel veel dingen worden grappig als je fusion met een Gloom. Omdat Gloom trekt echt gewoon een raar gezicht. Twee Slowpokes in elkaar fusionen. Ik neem wel deze Slowpoke mee. Wat voor level krijg je ook als je twee Pokémon zelf mag fusionen? Wordt het dan het gemiddelde van de twee levels? Ik heb geen idee. Ik fusion wel gewoon iets met mijn vuurbal. Een Slowpoke fusion met vuurbal is wel echt de Pokémon die ik wilde in mijn leven. De Pokémon die je niet wist dat je, waarvan je niet wist dat je hem wilde, maar je wilt hem zo hard. Niet normaal. Even kijken. Bill woont in het kleine café aan de haven. Nou, daar komt hij dan. Het moment van de waarheid. Ik wil even opslaan, in het geval ik mijn shiny verneuk. Ik ben redelijk trots op die shiny Ponyta. Je zou het niet zeggen dat ik trots neem in sommige dingen, maar trots ik heb soms. Hij is helemaal niet thuis. Wat? How many Pokémon will be fused? 2. Kies Pokémon nummer 1. Oké, okay. Het kan gewoon. Je kan alles gewoon fusen. Oké, okay. Tamponi. Oké, okay. Kies Pokémon nummer 2. Rook voor. Fusion was unsuccessful. No data found. Oh.
Je mag alleen bepaalde dingen fusen. Dat is onhandig. Dit is het einde van de serie. Maar er komt nog een aflevering. Een speciale bonus aflevering. Waar ik gewoon de hele aflevering dingen in elkaar ga flikkeren. En lelijke fusions maken. Ik moet eventjes internet aan zien te krijgen. Gewoon een lijst van alle fusions in de game. Dan kan ik vanaf daar opereren. We gaan in ieder geval even cutten. En we gaan nog wat fusions in elkaar proberen te flansen. Ik bedank je voor het kijken van deze serie. Hopelijk vonden jullie hem leuk. Verdomme lange finale. Maar daarom is het een finale. Een speciale aflevering. Daar jou voor kijken. Hopelijk heb je genoten van de serie. Tot snel bij een andere Pokémon serie. En dan zie ik je binnenkort weer terug op het internet. Daar jou voor kijken. Doei!